Gaat u gaan. Voorzitter, vorige week werd duidelijk dat de natuurherstelverordening te weinig steun heeft in de Europese Raad. Tegenstem van Nederland is daarbij van doorslaggevend belang geweest. Verordening op de lange baan geschoven en dat is wat ons betreft terecht. Het is het juiste voor Nederland, maar ook voor de rest van Europa. En voorzitter, laat helder zijn, nieuw sociaal contract is voor het versterken van biodiversiteit. Voor het beschermen en herstellen van de ecosystemen in Nederland. Van de Waddenzee tot de Weerribben tot de oevers van de Maas. Kortom, voor natuurherstel, maar tegen deze verordening. De vraag die voorlag in die verordening is niet of wij voor of tegen de natuur zijn, maar of wij voorstander zijn van nieuwe juridisch bindende kwantitatieve natuurdoelstellingen uit Brussel. De vraag is of wij voorstander zijn van een verdere juridificering van het natuurbeleid. En de vraag is of het een goed idee is dat de Europese Unie bijvoorbeeld onze Nederlandse gemeente dwingend gaat voorschrijven hoeveel bomen er in de straat moeten staan. Het antwoord is wat mij betreft nee. En natuurlijk zijn bomen in de stad een uitstekend idee. Ze brengen verkoeling, ze slaan CO2 en water op, bieden plek aan vogels. Maar dat betekent niet dat Europese wetgeving nodig is die elke gemeente verplicht te administreren wat het boomkroonpercentage is. Daar hoort Brussel zich gewoonweg niet mee te bemoeien. En de juridische memo die door de landsadvocaat is meegestuurd over de gevolgen van de verordening bevestigde onze eerdere zorg. Door de verordening zouden we te maken krijgen met individuele toetsing voor allerlei activiteiten. Van het bouwen van woningen, infrastructuur en duurzaamheidsmaatregelen, maar ook weer nieuwe gevolgen voor de bedrijfsvoering van boeren. Voorzitter, dat is precies hoe we ook in het stikstofmoeras terecht zijn gekomen. Wat Nederland nu al jaren op slot heeft gezet, zonder dat we echt dichterbij zijn gekomen met het oplossen van de problematiek. Dat is geen goed bestuur. Wij moeten zelf afwegingen blijven maken. En met deze verordening dreigt een nieuw tijdperk aan te breken van verdere juridificering van ons natuurbeleid. Waarin activistische organisaties steeds weer de kans krijgen om voortdurend naar de rechter te blijven stappen. Bovendien weten we nu al dat de doelen van de verordening, zeker die voor 2040 en 2050, niet of nauwelijks haalbaar zijn. We zien dat wat met het NPLG-beleid in gang is gezet al niet genoeg is om de doelen voor 2030 te halen. Het is alsof we beloftes doen waarvan we al weten dat we ze gaan breken. Geen goede politiek, geen goed bestuur en ook funest voor het vertrouwen in Europa. Wij zien natuurlijk ook dat natuurherstel niet vanzelf gaat. Onze natuur staat onder druk door vervuiling, verzuring, vermesting, verwarming, verstoring en verdroging. En dat vraagt hoe dan ook grote inspanning van iedereen. De waterhuishouding in de gebieden moet in orde worden gemaakt, zodat je er beter water kan vasthouden, ook in de langdurige droogte die we hadden voor dit kletsnatte jaar. We moeten ons areaal bossen uitbreiden, we moeten ons pesticidengebruik verder terugdringen en de biodiversiteit vergroten. En heel belangrijk, we moeten onze stikstofuitstoot blijven terugdringen. Voor al die dingen zullen we ons hard blijven maken met nationaal beleid dat we hier in dit huis kunnen maken en instemmen. In dat verband wil ik aan de minister vragen wat zij meeneemt uit de natuurherstelverordening voor nationaal beleid. Over artikel 4 zegt het impact assessment dat het huidige pakket maatregelen onvoldoende dekkend, concreet en verplichtend zijn. Wat betekent dit? Stel dat de verordening toch zou zijn ingestemd, hoe had zij dit dan vormgegeven in een nationaal herstelplan? Is het belangrijk dat we het natuurbeleid en bijvoorbeeld de maatregelen in beheerplannen meer controleerbaar maken voor provincies? Hebben we hier nu het juiste wettelijke instrumentarium voor? Maak u me toch maar even af, want we wachten. Oké, en een vraag over artikel 8 van de natuurherstelverordening, over de bestuiverspopulaties. Deze week nog in het nieuws, de Silent Spring, waar jaren voor wordt gewaarschuwd en die nu echt realiteit dreigt te worden. Merkt iedereen, het impact assessment constateert dat de monitoring voor de bestuiverspopulaties niet volstaat. Zou een Europees systeem voorkomen? Is het een goed idee als we dat toch gewoon in nationaal beleid vastleggen? Voorzitter, ik rond af. Voor nieuw sociaal contract is het een goede zaak dat de natuurherstelverordening voor nu op de lange baan is geschoven. Voor ons is helder, we moeten in Nederland werk maken van goed, realistisch, effectief natuurbeleid door gemeenten, provincies en vanuit Den Haag. Dank u wel.